Het is een van onze sympathieke collega's. On the radio. Ja, echt waar. Ze is fantastisch. Madame, ze werkt hier nog niet zo ongelooflijk klaar. Maar we hebben haar in ons hart gesloten, hè. Jo, het is echt ook niet moeilijk. Allee, ja. Ik weet niet of ze daar nog lang blijft zitten. Waarom? Ja. Waarom? Ik wist van niks. Ja, en dan? Ik heb geen uitnodiging gehad. Oh ja. En nogthans, als wij... Ik dacht echt dat er een klik was tussen ons. Ik voelde dat wij vriendinnen gingen worden, hè. Ja? En dan moet ik in de tv-familie lezen dat ze gaat trouwen. Op vrijdag 22 december. Oei, is dat echt zo snel al? En ik, ja, ik bedoel, ik dacht, jij hebt een trouw, maar ja, ik heb geen uitnodiging gehad. Oh, goedemorgen, Leen de Marie. Dag aan Van Helsen. Ja, dag aan. Sorry. Dag Anke. Bij deze ga je niet werken op 22 december. Hè? Nee, maar ja, we hebben onze kersttop. Ja. En maar Anne, proficiat, je gaat trouwen. Dat is fijn. Ja, dank je. Ja, ja, na 20 jaar verloving mocht dat wel, hè. Nee, zo lang ben je niet. Nee, maar het is echt zo begonnen als... Oké, we gaan dat doen onder ons twee, tussen de soep en de patatten. En voilà, omdat ze dan maar bleven vragen, omdat hij, ja, ik denk echt 3 jaar geleden mij ten huwelijk gevraagd had. En ze bleven dan maar vragen van, en wanneer gaan jullie nu trouwen, en wanneer gaan jullie nu trouwen? Maar ja, ondertussen is... Het is begonnen als tussen de soep en de patatten. Het is al tussen de bis de mar en de kroketten ondertussen. Nee, het is al een beetje ge-upgrade ondertussen. Wordt het bij alles erop en eraan? Nee, totaal niet. Het is echt iets heel intiems tussen ons. Wil ik zeggen, de familie van mij uit Mol heb ik zelf gezegd van je moet zo ver niet komen. Dat is ook wel echt typisch Anne. Je speelt bescheiden. Ja, maar nee, maar dat is gewoon, ik heb geen goesting dat die mensen in de file moeten gaan staan. Voor daar uiteindelijk in mijn leven 10 minuten en ik sta thuis, waar is dat? Maar je kunt toch chips en toastjes geven, Nadine en zo? Ja, dat wel. Nadine krijgen ze een koffie voor degene die... Een koffie en een taartje. En, nee, maar het is echt, weet je, heel simpel. Philippe en ik, wij zijn vroeger met iemand anders weliswaar alles in het groot en in het breed getrouwd geweest. En voor ons hangt er zo een beetje een bad omen over, snap je? Ja, ja. Dus van, ja. We gaan dat niet op dezelfde manier doen, want we willen toch wel een andere afloop. En nee. Dat is... Dus voilà, en we hadden geen goesting in iets, laat ons eerlijk zijn, zo een groot trouwfeest met alles op en eraan. Dat is leuk en al wat dat je wilt, maar ik zou het, ja, ik vind het leuk nu dat het gewoon mini en in het klein is. En vooral nu ook geen stress, dat ik nu geen stress moet hebben, omdat het allemaal zodanig beperkt en klein is. En geen trouwkleed en zo. Ik vond het ambetant dat mijn vriend zei van ja, ik heb dan toch een kostuum. Ik zeg, miljard. Dan moet ik ook iets. Ja, maar zo begint het, hè. Pas op, hè, voor je het weet. Ja, maar inderdaad, want op 2 weken tijd is het inderdaad al een klein beetje geëvolueerd. Maar goed, ik ben gewoon content. Dat is sowieso mijn favoriete periode van het jaar, de kerstperiode. Dat was een datum die nog vrij was. Thierry stuurt aan, proficiat dan, ik ben ook getrouwd op 22 december 1990. Yeah. En nog steeds heb je getrouwd met Veronique. Voilà. Oké, maar wij kunnen dus sowieso niet komen. Weet je, ik wil ook niet in de file gaan staan zo ver de voor kerstparade. Een stuk taart. Ja, maar ik weet het, dat ik vind eigenlijk wel ambetant dat ik niet... Dat ik maar, niet meer kan. Ja. Maar dat vind ik raar. Dus jij zou toch morgens, kunt u toch s'avonds naar de kerstparade komen? Anne, was dat niet voor 7? Anke, kom. Niet overdrijven, hè. Anne van Helsen, een fijne collega. Je hoort ze vaak in de ochtend met Joe. En Anne, die gaat trouwen en niet in het groot en niet maar in het breed. Bij het derde huwelijk zou ik wel graag willen weten. Oh, is het goed? Oh, dan krijg ik een uitnodiging. Anne, voor officiaat. Tadaa. Tadaa.